Hoi, leuk dat je kijkt naar die vlog. Ik ben Marieke van Meet bij Mariek en vandaag neem ik je mee in de puinzooi achter mij. Hier komen we bij mijn hobbyhoekje op zolder komen we binnen. En je ziet meteen al, de tafel is ontploft. De vloer is gelukkig redelijk leeg, maar ja, hier staat de erfenis van mijn oma. In alle lapjes en bolletjes en dingetjes dat nog uitgezocht moet worden met familie. Hier staan allemaal spullen van mij die uitgezocht moeten worden. En nog meer van mij, maar ook van de kinderen is erbij beland. En ja, hoog tijd om dit eens aan te gaan pakken, uit te zoeken en op te ruimen. En hier vind ik meteen een van een work in progresses die ik nog heb. Dit is de Pandemonium Crochet Along die ik haakte tijdens mijn heerlijk handwerk half uurtje. Ken je hem nog? Heb ik een vlog aangeweid. In ieder geval, hij is best groot, maar nog lang niet klaar. Nou ja, nog lang niet. Er moet nog een hele rand omheen. Dat moet ik eigenlijk nog doen en daar is die blijven liggen. En het garen heb ik nog. Dat is dat budget acryl wat toen voor een euro te krijgen was. Nu voor 1,25. Budget yarn acrylic. Ik doe dit weer bij elkaar. In de tassen. Nou, twee tassen die ik aan elkaar knoop. Zodat het bij elkaar blijft. Want ik heb geen grote project bag meer over. En dan pak ik mijn bullet journal erbij. En dan ga ik hem daar erin schrijven. Want ik moet dus een overzicht maken. Wat al mijn work in progresses zijn. En wat ik nog af moet slash wil maken. Vooral wil maken. Dat is ook wel belangrijk, hè? Dus daar schrijf ik hem in. En dan gaan we verder met spullen uitzoeken. Zo kom ik hier mijn One Big Granny a Day tegen. One Big Granny a Week bedoel ik, sorry. Haakte ik elke week één groot vierkantje een paar jaar terug. Ja, die heb ik nooit afgemaakt. Het is een mooi vierkant en ik ga hem ook niet afmaken. Dus die gaat op de stapel voor de verkoop. En hier vind ik nog een kussenhoes van een hartje die ik bij mijn 361 dagen pixeldeken, mijn eerste, dat hartje had gehaakt. Want dat vond ik een leuke extra toevoeging. Weet nog niet wat ik daarmee ga doen. En wat hebben we hier? Oh, mijn Marieke's Dirties blanket. Toen heb ik elke dag van het jaar in 2018, want toen was ik 30 geworden, had ik een vierkantje gehaakt. Ja, dat is een deken. Die is best groot, maar ik gebruik hem nooit. Dus die mag ook op de verkoopstapel. Kom ik nog wat sjaals tegen, die ik nooit gebruik. Dus die mogen ook in de verkoop. Dit is een mustard sjaal van Drops Paris, dus 100% katoen. En nog een Unicat sjaal, dat is gehaakt met Unicat garen, dat verloopgaren wat een paar jaar terug zo populair was. Met de corner-to-corner stitch heb ik deze gehaakt. Dus ik zit nou eigenlijk al mijn, alles wat ik tegenkom, zit ik te kijken, ga ik het bewaren, ga ik het verkopen, ga ik het afmaken, wat ga ik ermee doen eigenlijk. Dus ja, je komt zo best veel herinneringen tegen. En hier heb ik een project. Nou ja, ik had scheepjes Chunky Monkey gekocht. Dat is deze. En daar was ik eigenlijk een vest mee begonnen te haken. Omdat ik heel graag een vest wilde leren haken. Maar ik heb het nooit afgemaakt. En ik moest hem weer uithalen, want hij werd veel te groot. Dus ik heb nu allemaal van die mega bollen. Want er zaten al hele bollen in gehaakt. Maar goed, dit haal ik verder uit elkaar. En het garen bewaar ik. Want daar wil ik zeker weten nog wel wat mee maken. Maar ik weet nu nog even niet wat. En het is een mooie kleurenschema, vond ik zelf. Dus die gaat op de bewaarstapel. Het garen dan, het vest gaat weg. Wat ervan is dan, dat is maar twee rijen of zo. En nu doe ik een bak open en daar kom ik toch een hoop herinneringen in tegen. Dit is alles van feestpoppetjes haken van mijn tweede haakboek. Maar ook dierencupcakes haken zit hierbij. Dus ja, ik heb een hele bak vol hiervan. Wat ga ik hiermee doen? Ik doe er eigenlijk helemaal niks mee. Het zit eigenlijk alleen maar in dozen. En ja, dat vind ik zonde. Dus ik ga ze doneren aan de kringloop. Ik kan niet alles bewaren wat ik heb. Mijn nelpaardje. Kijk,
ik even inside the box. Er zit zelfs de cupcake standaard die op de kaft van dierencupcakes haken zit er nog in. Dus ik heb het echt heel compleet bewaard, maar ja, dit is ook zonde. Een paar dingetjes bewaar ik om als cadeautje te gebruiken of als kaartje te versturen en de rest gaat weg. We hebben natuurlijk de foto's, de herinneringen en de boeken nog. Kijk, nou kom ik nog meer leuke spullen tegen. Pixeldekens! Daar hou ik van. Dit is een mini Harry Potter deken. Ach, daar heeft Aline nog onder gelegen toen ze was geboren. Kiana misschien ook wel, dat weet ik niet zeker. Mijn dochters. Nou ja, die gaat niet weg. Hier ben ik heel blij mee. Het is niet mijn patroon, maar ik ben er wel heel erg blij mee. En dan hebben we natuurlijk nog de grote Harry Potter deken die ik heb gehaakt naar patroon van Crafty Rich. Ja, die moeten we eens wat vaker gaan gebruiken, want die ligt eigenlijk alleen maar boven. Omdat ik eigenlijk niet wil dat die vies wordt. Meiden zijn nu wat groter, dus de kans is nog steeds aanwezig dat die vies wordt, maar wel kleiner. Dus misschien moeten we hem gewoon eens gaan gebruiken. Ja, dat zou wel leuk zijn. Ik berg hem hierop op de stapel bewaren. We moeten naar de volgende bak volgens mij. Ook goed. Even kijken, wat komt eruit? Oh, kijk, je ziet me al stralen. De tomtedeken! Die ben ik helemaal vergeten afgelopen kerst te pakken. Nou, die ligt natuurlijk ook op de bewaren stapel, want ja, dat is een eigen ontwerp. Die kan niet weg. En, kijk, nog een lach. Oh, die is natuurlijk nu ook helemaal hot and happening. Die moet ook naar beneden. De Wie is de Mol-deken. Tada, daar is die. Och, ja. Moet ik even een bundel van maken en dan ga ik hem nog in mijn Etsy shop zetten. Dat is een work in progress voor dit jaar. Dat gaat gebeuren. Ja, en deze gaat ook, moet ook naar beneden en weer eens op de bank. Net als het Harry Potter deken. Maar natuurlijk op de bewaren stapel. Door een hoek leeg te ruimen en dan oma's erfenis allemaal te verplaatsen naar een andere hoek. Komt deze hoek vrij! En dan ben ik even aan het stofzuigen en plek maken. Want de bedoeling is dat die grijze kast even een stukje opschuift. En dat er dan daarnaast nog een nieuwe kast komt. Oh, ja, daar zou ik heel blij mee zijn. In het grijze kastje zit mijn wolvoorraad. Dit is de la met staalkraft en colorcrafter. Dat zit door elkaar heen. En dan heb ik hier mijn la met katoen. Ja, die moet uitgezocht en opgeruimd worden, zoals je wel kan zien. En hier zit dan een la met wat, die niet altijd even goed open wil, maar er zit wat vulling in en nog wat restjes acryl in een etui en nog wat budget jar en een kussen. Tuurlijk, er zit een kussen. Dus ja, die moeten we ook even uitzoeken en opruimen. De acryl la is op zich wel netjes, dus die laat ik zo. En de katoen la, die haal ik eerst leeg. En daarna ga ik alle kleine bolletjes opwinden en in een apart zakje doen, dat alle restjes bij elkaar zitten. En ik zet die kleine bolletjes zet ik ook even vast. Dat deed mijn oma, zag ik. Want ik heb al haar katoen, heb ik. En dan de restjes heb ik al uitgezocht en gedaan. En die had het, zeg maar, het uiteinde vastgezet. Onder een ander draadje van het bolletje. Zodat ze niet losschieten. En dat is zo handig. Dus dat ben ik ook aan het doen met al mijn restjes. Maar ja, dat duurt even. Daar heb je wat tijd voor nodig. Dus daar ben ik lekker zoet mee geweest en ze verzameld in een project bag die ik nog over had, die ik nog had liggen. Dus ja, dan is dat ook weer netjes. Ik kan eindelijk tegen jullie praten, want mijn man is niet klaar met werk. Maar ik ben nu alle katoentjes van oma in de kast aan doen. Zijn er nogal wat. Maar is nog niet alles. Dus mijn kinderen zijn even tv aan het kijken. Man lief is even beneden aan het gamen. Dus ik ga even lekker verder. Oma had wel alles echt netjes verpakt in allemaal losse zakjes. Ik heb heel veel zakjes. Nou, dit vond ik nog van oma. Er zit nog een cadeautje in. En hier zitten nu alle restbolletjes in. En de dingen die ik nog even als restbolletje moet maken van katoen. Dan hebben we hier allemaal acryl. Hier alle katoen. Vooral van oma. Beetje veel. En dan hier vulling, nog een breiwerkje van oma. Dit waren de restjes van oma waar ik al een magic yarn ball van heb gemaakt. Nog 9 blauwe bollen van oma. Nog wat laatste lapjes die oma heeft gemaakt. Die heb ik daar. Ze gaan er dus tussen. Vulling en restjes acryl.
Kijk nou. Vol met allemaal knoopjes gesorteerd de kleur. Schattig toch? Iets te vol, oma. Schatkistjes dit zo. Nou, vandaag laat ik het hierbij. Het is mooi geweest. Dus daar zitten acryl, katoen van oma, vulling, nog wat katoen van oma. Dat is een tas met al die zakjes van oma. Dat zijn spullen van ons om te bewaren. En dit is allemaal zo goed als allemaal van oma. Op 2 dozen na of zo. En oma's oude naaimachine. Maar dit moet allemaal nog uitgezocht worden. Maar dat kan ik niet alleen. Ja, maar er staat in ieder geval voor mij wat minder in de weg. Want ik wil hier een extra kast. Zodat ik wat meer plek heb voor mijn Harry Potter Lego spullen. Dit kan ik pas echt uitzoeken als de kast er is. Ik wil nog een lage Billy hiernaast. Daar zo. Want hier staat ook nog Lego. Maar hier staan ook helemaal naaispullen die uitgezocht moeten worden. En zo. En nog meer Lego. Ja, dat is een beetje uit de hand gelopen. Nog genoeg te doen, want mijn bureau ook. En dan moet ik daar de kasten, de 2 zijn voor mij. En daarboven ligt nog een ander. En die 2 rijen zijn voor mij. En hieronder is wel uitgezocht. Lege bakken, oud papier en kringloop en zo. En dit is verkoop slash wassen. Moet even gewassen worden voordat ik het kan verkopen. En dit is dan het enige project wat ik vandaag heb gevonden. Die ik nog wel af wil maken. Zo moeilijk kan het niet zijn. Maar voor vandaag is het klaar. Dit is weer de opruimvlog. Van Mannelief. Hij is druk bezig met een kastje voor mij in elkaar zetten. Hallo. Hallo. Het stoort me niet dat het een bruin kastje is. Sowieso. Ja. Het bruin kastje was goedkoper. Daarom een bruine. In plaats van de witte. Daar is die. Het is inmiddels avond. Maar hier is mijn kastje met deurtjes. Tada, nu nog helemaal leeg. Maar die gaan we vullen met de spullen die hier staan. Daar beneden. En die moet ik ook meteen uitzoeken. Zo ben ik ook alweer. Hier zitten nog meer Harry Potter spullen. En dan hoop ik Harry Potter spullen in die kast passen. Ik heb een beetje veel verzameld de laatste tijd. Gekregen en gedaan. Dus het maakt me toch nog steeds blij. Tadaa, ik heb een tafel. Cool, hè? En dit moet ik opruimen, maar dit is nog allemaal nog niet netjes of zo. Oké. But it's a start. Mijn naaispullen zitten nu daarin die ik tot nu toe heb gevonden. Daar zitten alle Harry Potter spullen in die ik tot nu toe heb gevonden. En dan moet ik deze 2 rijen nog uitzoeken. Hier zitten nu allemaal work in progress die ik ben tegengekomen. Die ga ik op tafel leggen. Want die heb ik opgeschreven in mijn bullet journal. En dan moet de rest nog even onder de tafel. Moet ik even weer opnieuw uitzoeken wat ik nou had gedaan. Want ik weet het niet meer. En dit moet eigenlijk gewoon allemaal in de kasten. Dat moet naar beneden. Dat moet een plekje krijgen. Ja, ik moet gewoon nog verder opruimen. Maar we zijn op zolder en die is uitgezocht zijn mijn borduurspullen. Dit zijn diverse creatieve dingen. Dit zijn mijn creatieve boeken. Ik heb hem wat uitgedund. We gaan een hoop op Marktplaats. En dit is Made by Marieke map. Lego Harry Potter boekjes. Privé dingen. Allemaal bullet journals en dingen van Made by Marieke. Hier zitten naaipatronen in, een kleurboek die ik later nog wil gebruiken als de dames groter zijn. En hier zitten kleurkaarten in voor Yarna Colors en Stalcraft. Dus ik heb nu 5 lege vakken. Ik heb hier nog een paar lege kleine project bags. Een paar. En dit. En al mijn work in progresses. Ik heb alleen mijn naaispullen nog niet gehad. Maar volgens mij zat daar ook geen work in progress meer tussen. En dit, hier zitten garen in van de koala en beer die ik voor mijn dochters heb gemaakt. En hier zit allemaal Made by Marieke voorbeelden in. Dus die zitten vast in een bak. En dit is ook een Made by Marieke voorbeeld. Die ken je nog niet. Komt nog. Dus
Ja. Making progress, but it's a mess. Het valt een beetje tegen, lieve mensen. Maar al dat garen zit weer in die grijze kast. Die witte zit vol met allemaal naaispullen. En dit is ook de enige plek met mijn naaispullen. Goed, hè? Er liggen er ook nog dingen. Die moet ik nog even een plekje geven. Harry Potter kast zit nog steeds vol. Daar heb ik nog niks mee gedaan, maar het zit allemaal in die kast. Dus kan ik even mee leven. Dan heb ik hier nog 3 lege vakken. En ik heb nog 1, 2, 3 lege bakken. En allemaal work in progresses. Die moeten erin. Dat moet wel lukken. En dan ligt er daar nog wat zooi. En hebben we daar verkoop en dekens en heel veel lege bakken en dozen en doen. Hoe doen we dat? En hier nog 2 dozen kringloop en een doos oud papier. Goed bezig, dat wel. Daar zit ik dan. Kijk, mijn slingertje hangt. Die heeft Annemarie van Haakje een keertje voor me gemaakt, een cadeautje. En mijn bureau is leeg. Alles zit in de bakken daar. Op een paar dingen na en 2 Lego dingen na van Harry Potter die ik heb gekregen. En 1 project bag. Daar ligt een project bag, die moet ik even maken, want de veter is los. En daaronderin zit ook een project. Dan heb ik 2 projecten beneden en de rest ligt boven. Ik moet mijn haaknaalden nog uitzoeken, dat is dat. Maar ik kan weer zitten. Ik kan weer dingen doen hier. Ja, er zijn 2 dozen klaar voor de kringloop. En hier staat nog van alles van oma. Wat uitgezocht moet worden. Ja, maar ik kan hier zo laptopje neer gaan zetten. En weer vlogjes gaan monteren. En dat heb ik wel zin in. Het is oudjaarsavond. Nou ja, oudjaarsdag. Laatste dag van 2023. Ik denk, neem jullie eventjes mee. Want ik zit weer op een zolderplekje. Wat is dat? Oh, dat is de deur die open staat. Ik denk, wat is dat? Wat voor wit. Maar dat is de deur die open staat. Dus ik denk, ik neem jullie nog eventjes mee. Ik heb ook nog niet alles laten zien wat nog aan verkopen. Dat wilde ik ook graag nog doen. Dus, ik zit hier in mijn hoekie. Ik wil eigenlijk veel te veel doen. Ik wil nog een projectje afhaken. Waarbij ik net over de helft ben. Ik wil even overzicht maken wat ik nou dit jaar heb gehaakt of gemaakt. Dat weet ik allemaal gewoon helemaal niet zo goed meer. En daar even een overzichtje van maken. Een reels van maken voor op Insta. En daarvoor heb ik ook mijn laptop nodig. Want daar staat ook een groot deel van de foto's op. Het liefst zou ik ook nog in mijn nieuwe bullet journal willen starten. Maar ik denk dat dat niet gaat lukken. Want we krijgen nog bezoek. Dus ik denk dat ik het nu even ga houden op het overzichtje maken van afgelopen jaar. Wat ik nou allemaal heb gemaakt. En dat even ook in mijn bullet journal bijwerken. En dan kan ik morgen beginnen met alle andere dingen die ik wil doen. Nou, een uurtje verder en de rusttijd hier in huis zit er weer op. Dus de kids zijn weer beneden. Dus ik moet ook naar beneden. Man, die heeft wel een bericht gestuurd waar ik blijf. Dus ik heb een recapje gemaakt van afgelopen jaar. Lekker kort. En een kleine sneak peek voor volgend jaar. Nou, ik zit weer op mijn stekkie op zolder. En als het goed is, heb ik nu al mijn haaknaalden boven. Ik was een heleboel haaknaalden kwijt. Ik was mijn draadsnijder was ik kwijt. Het was heel leuk dat ik op vakantie ging. Toen kon ik hem niet vinden. Ging met vliegtuig. Dus het was wel fijn als ik hem had gehad. Maar goed. Gelukkig hadden we nog een nagelknipper. Maar die vlog die komt nog wel een keer voorbij. Heleboel scharen. Ik heb nu alles bij elkaar dat ik het even kan gaan sorteren. Kijken wat ik heb. Weet ik dat op zich wel. Maar dat ik ja, alle haaknaalden gewoon op één plek heb. Want het was niet heel prettig toen ik ze kwijt was. En ik ga denk ik verder met Harry Potter. Ik weet niet meer met welke haaknaald ik dat heb gehaakt. Ik kijk dan altijd foto's terug van het project waar ik mee bezig ben. Zodat ik hopelijk dezelfde haaknaald kan pakken. Ja, een groene. Groen. Zoals die. En met deze opzetten heb ik deze 2 nodig. En een schaar. Waar is de etui? Daar is de etui. Hop. Nee, de amours gaan in deze. Behalve die anderhalf, want die gebruik ik waarschijnlijk toch niet. Zo, en dan gaan de soft grips hierin. Hier 2 scharen in.
Wat ik nu vanavond ga doen, dit was het laatste wat ik moest opruimen. Oh, ik heb hier nog een friet. Oepsie. Oh, hier zit al een grote haaknaald in. Oké. Okay. Wat ik vanavond ga doen is beginnen aan mijn bullet journal voor 2024, want dat heb ik nog niet gedaan. En dit even bij al mijn haakspulletjes leggen in de bak, zodat ik het terug kan vinden. Dat is ook wel handig, want laten we georganiseerd blijven nu het zo netjes is. Dat is wel zo fijn. Oh ja, en ik ga deze ga ik leeggooien. Dit zijn alle eindjes van 2023 en... Wordt tijd om plek te maken voor 2024. Dus die gooi ik elk nieuwjaar gooi ik hem leeg. Ja. Happy. Ja, happy. Hier kan dus het nieuwe project in. Dit opruimen. En gaan we mijn bullet journal er eens bij pakken. Nou, daar zit ik dan hoor. Met mijn nieuwe bullet journal. Tablet met inspiratie. En mijn bak. Dat is eigenlijk de onderste la van dat kastje. En daar zit mijn bullet journal in. Daar zit mijn... stiften, mijn pennen in die ik er vaak voor gebruik en wat washi tapejes. En ik ga nu een begin maken. Ik weet nog niet zo goed hoe. Ik pak daarvoor mijn oude bullet journal erbij. Die heb ik 2 jaar mee gedaan. Dus die pak ik erbij en dan ga ik kijken wat heeft gewerkt en wat niet. En wat moet er weer in en wat niet. Kijk, wat ik sowieso elk jaar heb is dit. Ik gebruik het niet heel vaak, maar ja, ik vind het wel fijn eigenlijk. Wat ik heb gemaakt in het jaar, heb ik een overzicht van. En wat ik nu dit jaar ook wil, is welke patronen ik heb gepubliceerd in dit jaar. Vind ik wel leuk. En boekenplank. Maar dat wordt dit jaar 2 bladzijden. Want mijn boekkast was zwaar. En ik heb hier nog mini boekjes bij gemaakt. Het past er niet meer. Ik moet er nog 1 bij maken. Ik heb er nog 1 gelezen. Dus ja, dus er worden meer ruimte voor boeken in ieder geval. Ik ga in ieder geval beginnen met... het boek open doen. Ah. Het is tijd om af te sluiten. Ik ben nog niet klaar, maar wel lekker bezig geweest. Ik zal even laten zien wat ik heb gedaan. Het kaartje is eruit gevallen. Die ligt nu daar. Dus ik weet ook niet of ik hem erin ga plakken. Ik vind het wel goed. Hier hebben we mooi 2024 regenboogkleurtjes. En de kalender. Ik moet nog alle cijfertjes invullen. Ik heb alleen de eerste en de laatste, zodat ik weet waar ik moet beginnen en eindigen. Dat kan ik een keer doen waar de meiden ook bij zijn, makkelijk. Ik heb hier voor wat ik heb afgehaakt gemaakt dit jaar, heb ik klaar. En dan wil ik er, deze is dan voor de patronen en deze is dan voor de vlogs. Voor YouTube, zeg maar. Wat ik op YouTube heb gepost. Dat wil ik weer wat consistenter gaan doen, dus dat leek me leuk om dan bij te houden dat ik een overzichtje heb. En weet je wat nou het leukste is? Ik kan dit gewoon zo laten liggen. Want ik zit toch in mijn eigen hoekie. En ik wil hier toch graag mee verder en afmaken. Want er moet nog de boekenkast moet er nog bij. En dan nog een pagina voor januari maken. Oh nee, ik wil nog mijn work in progress erin zetten ook. Ik denk dat ik die dan eerst ga doen. En de boekenkast als laatste voordat ik aan januari zou beginnen. Ja, leuk. Zin om. Nou, gisteren de hele avond bezig geweest. Bijna voor Jan. Want ik... kreeg een of ander raar groen balkje aan de zijkant bij mijn filmpjes in het montageprogramma. En dat kreeg ik er ook niet uit. En het beeld was vervormd. Ik was een beetje heel smal. Zeg maar. Dus, oh. Dus ik ben daar eigenlijk de hele avond mee bezig geweest. Ik roep mijn man erbij. Gelukkig lost hij het binnen een kwartiertje op. Maar ja, ik was wel een avondwerk. Ja, kwijt eigenlijk, zeg maar. Helaas. Dus als ik morgen deze vlog online wil hebben, moet ik door gaan werken vandaag en morgen. Kijk wat lukt en wat niet lukt, dat niet. Dan komt die later. Jullie weten toch nog niet dat er iets aankomt, dus dat scheelt. Ik ga nu even de dekens die ik ga verkopen voor Made by Marieke op film zetten. En ook foto's van maken. Of ik maak er dan foto's van vanaf dit beeld. Zodat dat op Marktplaats kan, want dan... ja, ik moet gewoon geld in het laadje brengen voor Made by Marieke, want ik kom geld tekort. Zo simpel is het eigenlijk. Als ik er echt wat van wil maken, moet ik er nu gewoon voor gaan. En ik heb nog oude dekens liggen, waar ik niks meer mee doe. Maar wel zijn gehaakt en zo, ook in de vlogs, sommige. Dus ja, als je iets wil hebben, echt van Made by Marieke, sla je slag. Ze staan nu, het is nu
11 januari. Ik hoop deze vlog vrijdag 12 januari online te hebben. Dan staan al die spullen nog niet online. Dus je ziet wel dingen, maar ze staan nog niet online. Dat is niet handig, dat snap ik. Maar ik moet het nog even een keertje wassen. En nu staat gewoon de wekelijkse was staat aan. Daar ben ik vandaag en morgen mee bezig. Dus ik hoop dat dat dan zaterdag, zondag allemaal droog is. Zodat ik zondag deze dingen kan gaan wassen en ophangen. En dan kan het ook echt daadwerkelijk de verkoop in. Hou mijn socials in de gaten. Vooral Instagram. Maar ik zal het ook op YouTube in zo'n bericht zetten. Want daar kun je ook wat schrijven. Misschien maak ik er wel een reels of een shorts van. Even kijken wat uitkomt. Wat lukt en zo. Dan kan je dingen gemaakt door mij kopen. En sommige, ja. Ja, misschien word jij er heel blij van mijn deken. Dit was mijn 52 grannies in een jaar project. Nooit afgekomen. Nou ja, je hebt wel een redelijk dekentje en zo. Dus dat ga ik allemaal verkopen. Nou ja, ik zal wel laten zien. Maar kijk, dit is de eerste die in de verkoop gaat. One Brick Granny a Week, dat was hem. En die gaat in de verkoop. Even kijken, 1, 2, 3, 4. Hij is 5 bij 5 grote grannies. Gehaakt met Stylecraft. Special DK. En ik zal hem ook opmeten natuurlijk voor op marktplaats. Babydekentje. Gebruikt ook bij mijn kinders. Gemaakt van 100% katoen. Ik weet niet meer welk merk. Met een mooie rand eromheen. Ik heb hem ook gebruikt bij mijn meiden. Of volgens mij alleen de jongste. Maar er zitten dus allemaal verschillende steken in. En dan ook echt van alles in regenboogmotief te gebruiken voor jongen of meisje. Dus die mag een tweede leven krijgen. Mijn eerste pixeldekentje. Achterkant en de voorkant. Maar Super Mario Inspired. Deze is gemaakt met Saskia van de Vibra. Ja, maar hij ligt hier stof te happen. Dus we gaan hem wegdoen. Dit is van een Mustache sjaal. Deze is gehaakt met Drops Paris. Dit is, hier heb ik een van mijn populairste foto's meegemaakt. Van deze. Het zijn allemaal gezellige kleurtjes. Het is dus 100% katoen. Hij is alleen een beetje stroef. Maar hij kan prima nog bij iemand mee. Gekleurde franjes eraan. Gezellig. Dan heb ik nog een sjaal. Die is gemaakt met Unicat garen. Dat was een paar jaar terug helemaal populair. Dat garen wat uit zichzelf verloopt en dan zo langzaam verloopt van paars. En dan komt er steeds een draadje blauw meer bij. En dan komt steeds meer groen bij. En de andere gaat dan weg, zeg maar. Wordt geel en rood. En ik draag hem niet. Waarom niet? Omdat niet mijn lievelingskleur eigenlijk bij mijn gezicht zit. Maar het is een heerlijke sjaal. Eigenlijk. Oep. Zeker met het koude weer wat het nu is, want het vriest. En dan heb ik nog deze. Marieke Sturdy's Blanket. Die heb ik dus 5 jaar geleden heb ik elke dag een vierkantje gehaakt. En daar kwam deze deken uit. Dus hier zitten meer dan 360 vierkantjes in. Is gehaakt met Stylecraft. In 5 kleuren. Dit is de achterkant. Er zit geen rand omheen. Want er zit... dit is de rand, zeg maar. Al die vierkantjes. Zo zijn de rand. Ik heb hem afgehaakt. Maar uiteindelijk werd dat... Dat was 2018. Heb ik hem gehaakt. Was niet mijn jaar. Dus ik gebruik eigenlijk deze deken nooit. Ik gebruik eigenlijk altijd de 361 dagen pixeldekens. Die liggen beneden. Dus ik... Ik hoop ermee te kunnen investeren in mijn bedrijf. Ik moet even kijken of het dan een website wordt. Of een microfoon. Of een nieuwe camera. Want ik drukte net op stoppen met opnemen. En daarbij stootte mijn camera ergens tegenaan. En nu weet ik dus niet zeker of de beelden van net die gelukt zijn of niet. En dat heeft hij eigenlijk sinds ik weer aan het vloggen ben. Sinds eind dit jaar. Dus dat is, of eind vorig jaar was dat. 23. Dus dat is vervelend. Maar goed, deze stapel ga ik dus allemaal nog wassen. Dat alles fris gewassen naar nieuwe eigenaars kan.
Maar ik heb dus ook nog wat haakboeken, creatieve boeken die ik ga verkopen voor Beet Pamriek. En ook nog wat haakaccessoires zoals van die bijtringen en zo. En nog wat stofjes, dus die komen er ook bij op Marktplaats. Dus neem vooral een kijkje als het online staat. Morgen nog niet, het is de 12e nog niet. Ik hoop volgende week, maar dan zal ik natuurlijk even laten weten. Dan ga ik bij deze vlog afsluiten. De eerste weer van 2024 en de eerste in lange tijd. Abonneer je vooral op mijn kanaal om niks te missen. En druk dan vooral even op het belletje, want dan weet je wanneer er weer iets nieuws online staat. Of volg me op Instagram of op Threads. Dat is de Twitter van Meta, van Facebook en zo. Daar ben ik ook op te vinden. En daar plaats ik dus wanneer er ook weer een nieuw filmpje online staat en zo. Ik ben overal te vinden als Meet van Brik, dus dat is lekker makkelijk. Dankjewel voor het kijken. Ik hoop dat je het leuk vond. En tot de volgende. Doei!